Nou, welkom allemaal in de stadstudio hier in de Heuvel in Eindhoven. Leuk dat jullie weer allemaal kijken. Ik heb vandaag hier op de bank Mirene en Benjamin zitten. En ik wilde eigenlijk aan jullie vragen, kunnen jullie ons meenemen in het proces en de werkzaamheden van jullie op Crafted? Ja, zeker. Nou, ik ben de projectleider van Crafted dit jaar. En Crafted is eigenlijk een finale show voor alle creatieve opleidingen. Studenten tonen daarin hun examenwerken veelal. En dit jaar mogen we dat doen in de Heuvel en bij Dynamo. In downtown Eindhoven, dus echt wel super fijn. Hier zitten we te midden van heel veel leerbedrijven. Echt het MKB waar wij als MBO natuurlijk ook heel veel mee samenwerken. En in die hoedanigheid zijn we eigenlijk van start gegaan met de organisatie van Crafted 2021. En het was heel spannend, Valerie, zeker in het begin. Coronatijd, hè? Mag het überhaupt wel doorgaan? Hoe gaan we het allemaal opbouwen? En één ding stond voor mij heel duidelijk vast. Ik wil deze editie heel graag gaan organiseren met studenten. En ik heb Benjamin aanbevolen gekregen. Dus die heeft zich opgeworpen als mijn mede-organisatietalent voor deze editie van Crafted. Superleuk. Benjamin, wil jij ook wat vertellen over jouw taken en werkzaamheden? Nou, ik ben vanuit de Metal Factory. Moeten wij bepaalde stages lopen. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen optredens zijn. Dat kunnen dus ook dingen organiseren zijn. En ik had aangegeven bij mijn SLB'er Kevin dat ik de organisatiekant wel erg leuk lijkt. Daar heb ik nog niet zo heel veel ervaring in. Nou, en toen heeft hij me eigenlijk bij Crafted dus naar voren geschoven dat ik daar mijn taken ga doen. En zo ben ik dan met Mirene en ook de andere studenten van de andere opleidingen zijn we dan bezig. Ben ik vooral bezig met het blokkenschema, dus wanneer alles komt. De bands in Dynamo, hoe laat zij spelen, dus het tijdschema. En verder zijn we als team, dus ook met de studenten en ook met dan Mirene erbij, hebben we dan elke week weer een overleg van jongens, hoe gaat het en waar staan we? En zo zijn wij uiteindelijk tot dit resultaat gekomen. Ja. En hoe moet dat dan eigenlijk voor jou voelen? Want ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk best wel een eer is. Dat jij als student dat project echt mag meedraaien. En wat ook live plaats gaat vinden. Ja, ik misschien besef ik me soms niet zo goed waar ik dan mee bezig ben. maar ik vind het in ieder geval superleuk. En er is veel tijd zitten in. Dus ik ben zeker trots ook op iedereen hoe we dit hebben gedaan. En er zijn natuurlijk altijd wel weer tegenvallen. En het is natuurlijk nou ook raar met corona en hoe alles ook weer anders moest dan normaal. Nou, en echt van persconferentie naar persconferentie leveren. Hè? Dus elke keer zeggen van, oh, zouden we nu weer iets meer mogen? Mag je nu ook die activiteit doen? Mogen er dan ook meer mensen bij komen? Dus elke keer dat we weer afstemming met elkaar hadden naar aanleiding van zo'n persconferentie. Van wel mondkapjes, geen mondkapjes. Wel afstand houden, geen afstand houden. In een bubbel, met gezinnen. Wat gaan we allemaal organiseren? En er komt natuurlijk heel veel meer bij kijken. Het organiseren, dat zijn we wel gewend binnen Summa. Maar in deze tijd, dat was zoiets wat buiten onze cirkel van invloed lag. En waarbij we zo afhankelijk waren van andere partijen. En daar hebben de studenten ook heel goed op moeten kunnen anticiperen. Moeten schakelen, flexibel moeten zijn. Want dat was echt wel heel erg nodig. Ja, je bent denk ik ook elke keer bezig van, wat is de volgende stap? Als we een go krijgen op een onderdeel, of ook met corona natuurlijk. En ik kan me wel voorstellen dat je dan weer heel snel verder gaat kijken. Wat gaan we nu doen? En nu mag het. En hoe dan verder? Ja zeker. En wat Nirene zei, elke persconferentie heeft weer invloed op wat wij straks kunnen doen. Ook in Dynamo, straks de optredens. Ja, daar mogen maar een x-aantal mensen in de zaal zitten. En drie maanden geleden wisten wij nog niet te vertellen hoe dat er nou uit ging zien. Dus zo was het ook af en toe een beetje afwachten van wat we nou konden doen. En dan, uiteindelijk... Uiteindelijk lukt het allemaal, maar we moesten vooral inderdaad flexibel zijn en snel kunnen schakelen. Ja, en alle studenten deden dat ook eigenlijk wel vanuit hun eigen expertise, dus vanuit hun eigen opleidingen. Want ik heb eigenlijk heel veel verschillende opleidingen, studenten van verschillende opleidingen bij elkaar gezet. En ieder daarin, zo'n team, is dan complementair aan elkaar. Dus de een heeft verstand van transport en logistiek, de ander van facilitaire zaken, gastheer, gastvrouw. Hè? Hoe ontvang je de bezoekers? Ja. Hoe ga je dingetjes programmeren? Hè? Sommige activiteiten moesten in eerste instantie besloten zijn voor een aantal genoden, maar mochten in de ene na een persconferentie ook openbaar zijn.
Dus zo hebben we elke keer met elkaar gekeken van oké, wat betekent het nu voor ons en hoe gaan we het aanpakken, wie hebben we daarvoor nodig, et cetera, et cetera. Dus dat was wel heel, heel tof om te doen samen. Ja, en hoe vonden jullie die onderlinge samenwerkingen, ook tussen jullie, maar ook met de verschillende opleidingen? Is dat ook iets waar je dan een soort van positieve energie van krijgt, omdat je met heel veel disciplines werkt? Ja, en af en toe ook nee. Want ja, je merkte gewoon dat mensen in deze tijd toch ook een beetje afwachtend zijn. Dus dat je soms moet wachten op een antwoord of weer gewoon wachten op mensen. En dan zit je af en toe even erachteraan te rennen. Maar ja, als het dan uiteindelijk rond is en je hebt dan... dan is het zeg maar duidelijk van wat je van elkaar nodig hebt. Ja, dan is het wel een soort ook wel een opluchting. Dan is het oké, we kunnen weer lekker door en dan weer naar het volgende. En zo kon je eigenlijk... alles een beetje afstrepen ook, hè, van wat er moest gebeuren. Ja, en alle puzzelstukjes vallen dan ook op hun plek. Precies, hè? Ja. Dus op een gegeven moment ben je nog bezig op je eigen eilandje en met je eigen zaken bezig. En dan hoe dichter je bij de Showcase Crafted komt met de 4 dagen programmering, hoe meer dingen van, oh ja, maar jij deed dat, oh dat heb ik al klaar en dat heb je daar staan en dat kan ik daar pakken, et cetera. En dan zie je echt een team. Ja. En hoe vinden jullie dat om nu te zien dat het er staat? Dat je gewoon de ideeën die jullie in elkaar hebben gezet, dat je die ook ziet gebeuren. Is dat niet heel bijzonder, ook voor jou natuurlijk, als stagiair? Ja, je hebt je natuurlijk op het begin, hè, als je hieraan begint, heb je een bepaald beeld erbij. En dan, dan ben je langzamerhand bezig. En als je dat dan inderdaad ziet, dan denk ik wel van, nou, dat hebben we toch wel... Zeker. Dat hebben we toch wel goed gedaan. Ja, heb je toch maar even gefixt dan. Het precies, even, ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, superleuk. Dat was hij denk ik, of niet?